Ik heb het al veel mensen horen zeggen vandaag. We weten bijna allemaal nog waar we waren die ochtend 22 maart 2016. Twitter is heel wat te merken over een ontploffing op Brussels Airport, mogelijk in het treinstation. Foto's ook van rook, verbrijzelde glazen. We houden u op de hoogte. What it was? A job or was it a terrorist? Okay. I go. Nu, niks, baat. Intussen komen er ook berichten van bij RTBF. Als zou er explosies in de Brusselse metro ook zijn. Station Maalbeek, dat is in de buurt van de Europawijk. Mensen zouden daar buiten komen met bebloede hoofden. Dat volgen we uiteraard voor u op. Dames en heren, vandaag is ons land in diepe rouw. Voor ieder van ons zal deze 22 maart nooit meer een dag zijn als een andere. Zo is dat. Meneer Jan Bon, van wie krijgt u eigenlijk op dat ogenblik telefoon? Ja, dat was mijn adviseur politiezaken, die ook zelf een politieman was en dus die rechtstreeks contact kreeg. Dat was heel kort voor 8 uur. Wat zegt hij dan? Ja, wat zegt hij dan? Die zegt, ja, er is aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een terroristische aanslag in Zaventem gepleegd. Heel rap viel ook het aantal doden al dat daar. Dat was eigenlijk heel snel dat het cijfer juist was. En dan is zoiets waar je wel rekening mee houdt dat dat ooit kan gebeuren, maar wat je hoopt dat natuurlijk nooit zou gebeuren, dan krijg je dat binnen. Ja, dat is. Wat doet het voor u om dat terug te zien? Het roept verschrikkelijke herinneringen op. Het doet mij ook denken aan andere beelden die ik nog gezien heb, die nooit de media gelukkig gehaald hebben. Maar die... Van in Maalbeek dan? Van in Maalbeek geweest bent ook. Ja, van in Maalbeek. We zijn later op de dag de reddingshelpers daar gaan. Een hart onder de riem gaan steken. En die hebben mij toen foto's getoond van wat daar beneden afgespeeld had. Dat is een besloten ruimte, een besloten metrostel ook. En dat kan je voorstellen dat de luchtverplaatsing daar verschrikkelijk was. En ook verschrikkelijke beelden heeft. Waar was u, meneer Noppen? Ik was in een ochtendvergadering en ik kreeg een sms van een van mijn dochters. Die werkte in Zaventem trouwens. En die zei, gelukkig had ik de avonddienst. En ik wist niet waar dat over ging. Ik zei, oké, tof, so be it. Een paar minuten later een sms van mijn echtgenote. Gelukkig is Laura thuis. En ik wist totaal niet waar het over ging, want we zaten gewoon in een... En dan ben ik naar mijn secretariaat gegaan. En mijn secretaresse waren we gebiologeerd naar het scherm aan het kijken. Het was toen een live uitzending. Ze zeggen, ja, er is een aanslag gebeurd in Zaventem. En toen viel mijn euro van, verdorie, we zijn daar heel nauw ontsnapt. En een uur later of zo was Maalbeek, het was kort daarna, een half uur, een uur later. Drie kwartier, 50 minuten zo. En het was nog een andere dochter die elke dag met de metro van thuis naar kot ging op de VUB in Etterbeek. En die nam die lijn. En die had dan alleen 's namiddags les. En dus dan kreeg ik nog een bericht van, ja, Julie zat niet op die trein, of enfin, op die metro. Dus dat was zo heel dichtbij plots. Mm-hmm. En tegelijkertijd hadden we dan onmiddellijk, kort nadat we wisten wat er aan de hand was, is dan het ziekenhuisnoodplan in actie gegaan. En verwachten we ons aan casualties die gingen binnenkomen. Dat is ook gebeurd. En hebben we onmiddellijk een zestal operatiekamers vrijgemaakt. Intensieve zorgen, een unit vrijgemaakt. Maar dat plan lag klaar. Dus als u het heeft over noodplannen en
Geluk bij het ongeluk was Parijs gebeurd in november. Hadden we de opdracht gekregen van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid om ons klaar te maken voor, ja, je weet nooit dat dat in België gebeurt. Er waren toch argumenten om aan te nemen of dat er iets zou kunnen gebeuren. En we waren eigenlijk wel degelijk voorbereid. Onze noodploegen van spoeddiensten waren al samengekomen met collega's van Parijs om af te spreken wat we zouden moeten doen mocht er een aanslag gebeuren. En ik denk dat er een spreidingsplan toen is afgesproken, ja, dat fantastisch heeft gewerkt. Onmiddellijk gewonden zijn verspreid over bijna het ganse grondgebied. Toen was het plotseling... Dus dat was praktijk. Heftig, ja. Mevrouw Selslagsen, u was daarbij. Klopt, ja. Als ik u dat mag vragen, neem ons eens mee. Want u werkte daar in het winkeltje. Ik denk wat veel mensen gaan kennen, ja, op 's avonds, de winkel van Samsonite. We hebben er ook een foto van teruggevonden. Ja, het kleine winkeltje. Achteraan. Ja, het kleine winkeltje. Dus wat u moest om 6 uur beginnen? Wij begonnen om 6 uur. Mijn collega stond in de winkel. En ik moest eigenlijk de leveringen aannemen. Dus ik was eigenlijk aan het wachten tot zij zouden aankomen. En dan is inderdaad plots die eerste ontploffing, waarvan ik onmiddellijk wist hoe laat het zou zijn. Ja. En dat is wel, en is dat met de gebeurtenissen in Parijs in het achterhoofd dan, dat u zegt van... Ja, toch wel, ja. Het is onze beurt. Het is onze beurt. En ik zei onmiddellijk, Mieke, dat is een bom, we moeten doorgaan. En ik zei dat wel, maar ik was ondertussen al onmiddellijk weg. Dus ik loop naar de tweede bom. Ik kijk achterom en mijn collega volgt niet. Dus wat doe ik? Ik ga rechtsomkeer, omdat ik wil mijn collega meenemen. En ik ben bij mijn collega en de tweede bom ontploft. En dan natuurlijk is er geen sprake meer van te gaan lopen. Dan is het plan B, u gaan verstoppen. What's next? Hoe verloopt de volgende uren? Gaan ze ons doodschieten? En dan komt toch wel die angst van wat nu? Want dat is nogal een besef, wat u daar zegt, hè? Dus u bent even naar binnen gegaan. Die bommen, dat was een aantal seconden uit elkaar. Ja, 8 seconden. Dat heeft geen haren gescheeld of u was daar echt naartoe gelopen? Ja, ik was op weg naar de tweede, want ja, ik had 4 seconden heen en 4 seconden terug. Dat zijn maar 8 seconden. En ik zat op de juiste plaats, op het juiste moment, om verder buiten een beetje gehoorschade ben ik intact. Heb ik geen verwondingen, gelukkig maar. Mijn collega ook niet. Maar wat er dan gebeurd is, plots stond er een militair, heeft ons naar buiten geëscorteerd. En ik zag een andere militair die een jongen droeg, omdat die wat moeilijkheid had om die te dragen. En ik zag die voor mij en ik ga die helpen. Dus ik ben daar onmiddellijk naartoe gegaan. We hebben die samen buiten gedragen. Ik ben daarbij gebleven. Ik heb mijn sjaal uitgedaan, om zijn hoofd gelegd, mijn jas uitgedaan. Nog bij andere mensen een andere jas gevraagd. En het was best wel koud buiten. En we zijn 45 minuten bij die jongen gebleven. We hebben met hem gepraat. Er is een ander koppel ook bijgekomen. En ja, je doet zoals je denkt dat je moet doen. Je wacht tot hulpverleners komen en je doet eigenlijk niks. Je praat gewoon met die jongen om hem bij bewustzijn te blijven. Want hij was zwaar gewond. Hij was zwaar gewond. En op een zeker moment zei hij, couldn't you take a taxi? En ik dacht, ja, wat moet ik hier nu op antwoorden? Ik ga ook niet zeggen van, vergeet het maar, er zijn geen taxis vandaag. Ik heb daar gewoon niet op geantwoord. Dus het was heel moeilijk, omdat wij toch een gesprek hebben met die jongen. En ik heb daar toch empathie voor. En die jongen, ik heb zelf 2 zonen. Die jongen was iets ouder. En je zit daarmee in. Je zorgt eigenlijk voor dat kind zoals je voor je eigen kinderen zorgt. En dan hebben ze de derde bom gevonden. En op dat moment moesten wij eigenlijk... Allee, party, moesten wij zo snel mogelijk weg. En we hebben die jongen achter moeten laten. En dat is eigenlijk heel triest, omdat ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ik wilde die jongen niet achterlaten, omdat die zo zwaar gewond was. En die was ook al een beetje in een roes. Hij had ook een rode bol gekregen. Dus ja, als je dan doorgaat... Dan wat betekent dat hij een rode heel zwaar gewond? In zulke omstandigheden is dat een omgekeerde triage, dacht ik. Mm-hmm. En dat wil zeggen, het is te ver, het heeft geen zin meer. En ik wist dat. Dus ja, ik keek nog naar die militair en ik dacht, geef me toch in godsnaam een andere kleur. Maar ja, je houdt gewoon je mond, omdat ik heb niks te zeggen. Maar ik wist op dat moment hoe erg dat het was. Mm-hmm. En dus je gaat door. Maar je gedachten blijven wel bij die jongen.
als je thuis komt ook. Je hoopt dat die jongen het haalt. Je hoopt dat hij het hospitaal haalt. Want u heeft hij daar even alleen moeten achterlaten dan? Dat was op dat ogenblik niemand meer bij. Nee, en hij reisde ook alleen. En dat is moeilijk. Dat, nu nog, het is een moeilijk moment dat we die jongen hebben achtergelaten. En natuurlijk, ja, hij heeft het hospitaal niet gehaald. En dat is ook heel moeilijk, omdat wij zelf kinderen hebben. Hè, zoals u en Nick, we hebben zelf kinderen. Dus ja, die emoties daarbij is... En heeft u dat kunnen... Want dat is wat u nu vertelt, dat is... Dat is best heftig, omdat ik had gehoopt van... Ik ga hem zoeken en ik ga hem opzoeken in het hospitaal. En dan heb je die blijdschap van... We zijn zo blij dat je het gehaald hebt. En op het nieuws had ik gezien dat er 100 bedden klaar stonden... met 100 infuses en naast elke bed een verpleger. En ik dacht zo, ik was daar blij voor. Ja, maar als je dan een paar dagen later in de krant zijn foto in wit-zwart ziet... daar ben je echt niet goed van. Ja, ik heb daar veel last van gehad. Het zit nog, want u bent ook een van de mensen die Lieve Blankaart gevolgd, ja, gevolgd heeft het verhaal. Er zit nog een vervolg aan, maar dan moeten de mensen volgende week naar de laatste aflevering kijken van... En toen was het stil. En toen was het stil, dat is, komt er nog in. Wat gebeurt er, meneer Jan Bon, op zo'n moment op het kabinet Binnenlandse Zaken? Want er ontploft daar een bom, een tweede, dan eentje in Maalbeek. Op dat ogenblik hebben jullie toch ook geen idee van wat er nog komt? Wel, toen ik het telefoontje kreeg van Zaventem, zal ik dat maar zeggen, ben ik onmiddellijk naar het crisiscentrum gegaan. Dat is niet zo ver. Dat is eigenlijk aan de andere kant van het parlement, vanuit Binnenlandse Zaken gekeken. En ik was er nog maar nauwelijks aangekomen. Ik belde de eerste minister op, Charles Michel, en die reed toen net voorbij metrostation van Maalbeek op het moment dat, gelijk in de film gezegd wordt, mensen buiten kwamen. Die zei, Jan, ik denk dat hier... En dan kregen we dat brief binnen. Wat je dan denkt is, waar gaat nummer 3, 4 en 5 zijn? Hè? Dat is, en dan is de focus daar ook op. Dan is de focus daar, ja. Maar hoe doe je dat? Want je hebt 1, 2 en 3 ook niet kunnen vermijden. Ja. Dus dan, dan operationeel zijn natuurlijk ploegen dan bezig om op de twee... plaatsen waar het dan al gebeurd is, om daar voor de zorgverlening en zo te zorgen. Maar op het crisiscentrum ben je dan met het strategische... En, dus dat is, en dan, ja, dan alles capaciteit dat we hadden werd op terrein gezet, in Brussel, maar ook in Antwerpen en de grotere steden. En dan krijg je dus een massa van berichten binnen. Daar staat een boekentas alleen. Daar is iemand met verdacht gedragingen. En is dat dan politie of het leger in de eerste plaats? Dat is vooral voornamelijk politie. Omdat politie al verspreid zit over het grondgebied. Hè. En ja, je kan dan ook niks zeggen. Elk ding dat binnenkomt, moet ook opgevolgd worden. En ja, dan wordt dat 10 uur, dan wordt dat 11 uur. En die derde aanslag komt gelukkig... Allee, het waren 2 bommen in avond, maar de derde scene, zal ik zeggen, komt dan gelukkig niet. En dan denk je zo rond 11 uur, dan wordt gezegd, ja, dit zal het nu wel geweest zijn. 100% zeker ben je nog niet, maar dan zeg je, ja, nu moeten we gaan kijken of we ergens anders... moet optreden. Maar het eerste wat het objectief was van bijkomende aanslagen te vermijden. Mm-hmm. En dan kwamen bij jullie de slachtoffers op dat ogenblik? Ja, die zijn vrij snel toegekomen. Maar zoals ik daarnet zei, er was een heel goed spreidingsplan voorzien. Ja. En de logica of de idee erachter was, we gaan eerst zo ver mogelijk van Brussel de mensen naartoe brengen, omdat er altijd een derde, een vierde, een vijfde bom zou kunnen ontploffen en dan heb je ter plekke capaciteit nodig. Dus eigenlijk gingen de meeste patiënten naar de periferie, hè, tot in Limburg, tot in de Vlaanderen. Ja, en wij hebben iets van een 15-tal zwaar gewonden binnengekregen. Maar ja, je moet paraat staan. Dus je maakt operatiecapaciteit vrij, je maakt je intensive care capaciteit vrij. Het is een beetje COVID, maar dan heel snel en een totaal andere pathologie. Ook jullie weten niet... Nee. Hoeveel er nog komen. Nee, we wisten dat absoluut niet. Als je met 340 niet ongeveer gewonden zit. Ja. En ook wel best een paar... Er zijn een paar mensen gestorven onderweg naar het ziekenhuis of net na aankomst. Maar toch ook een paar mensen die vooral geamputeerden, met heel veel lidmaatproblemen. En er was, ik herinner me nog altijd, een Joodse meneer die zijn been kwijt was en dan nog een stuk van zijn voet. En die binnengedragen is letterlijk door een para... En dat was een heel heftig beeld. En achteraf is die para die man komen bezoeken. En dat was een heel emotioneel moment.
En die Joodse meneer is dan die ouders van Abdesalam en de Molenbeekse gemeenschap, zal ik maar zeggen, gaan opzoeken. Met een idee van, ja, we moeten tonen dat we... Ja, niemand heeft dit gewild. Er zijn een paar terroristen daaruit gekomen. Maar eigenlijk die voor die ouders bijvoorbeeld van... Hè, dus die heeft een enorme... Je zou zeggen, daar komt haat, daar komt wrok, daar komt ik weet niet wat. En die man zat daar met één been. En die is dus daar naartoe gegaan. Naar de ouders van Abdesalam. Naar die gemeenschap van waar... En naar de ouders van Abdesalam. Het was een heel heftig moment. Dus was maanden na zijn... Dus als hij hersteld was, gerevalideerd en kon stappen terug. Maar dat was... En die man heeft een actie ondernomen van een Franstalige Brusselaar. Joodse achtergrond dan nog. En die is heel ver gegaan daarin. Ja. Dat was best indrukwekkend. Ik heb u ook op de radio horen zeggen... Ik heb eigenlijk geen plaats voor haat, want het verdriet is te groot. Ja, klopt. Heel juist, ja. Ja, ik heb daar ook nooit aan gedacht om haat... te hebben, boos te zijn, inderdaad. Het verdriet van die jongen en van het hele verhaal. En het is geen ik-verhaal, het is een wij-allemaal-samen-verhaal. Dus ik ben maar een stukje van... En je hebt zoveel verdriet voor wat er daar gebeurd is. Ja, dat overweldigt wel. Er is geen haat, nee, ik heb geen haat. Maar u klinkt nu wel alsof u... de meeste dingen op een of andere manier een plaats heeft kunnen geven. Want ik wilde u eigenlijk vragen, kan u beschrijven, want fysieke letsels heeft u gelukkig of geen zwaar, een beetje gehoorschade, ja, begrijp ja, ik. Hè? Ja, klopt. Maar geen zware fysieke letsels. Maar ik wilde u vragen, wat heeft dat met u gedaan, 22 maart? Ja, dat heeft mij is goed doorheen geschud, letterlijk en figuurlijk. Mijn kwetsbaarheid, ik heb enorme kwetsbaarheid tegenover vroeger... ik ben dikwijls verdrietig. Ik heb veel meer empathie dan vroeger. Buiten mijn angsten. En ik heb wel enorm veel angst om mijn eigen kinderen te verliezen. Dus daar leef ik gewoon mee. Wij lossen dat wel op. Als nu na de corona of voor de corona was dat ook. Als zij nu weggaan, ja, dan sturen ze mij en zeggen ze, mama, alles is oké. Als ze de auto nemen, ze gaan voor een dag weer. Dan sturen ze mij, mama, we zijn onderweg. Mama, we zijn aangekomen. Dus mijn jongens... anticiperen daar ook wel op die ongerustheid dat ik heb. En denkt u dan vaak terug aan de jongen die u geholpen heeft? Ja, natuurlijk. Dat is daarmee aan gelinkt. Hè. Hm. En dan, ik prijs mij gelukkig van mijn jongens elke dag te zien. Hm. Ik ben zo dankbaar dat zij daar zijn. Naar de plechtigheid vandaag bent u niet geweest, hè? Nee. Had u daar minder behoefte aan? Coronamaatregelen. Hm. Veiligheid. Ik wil een getuigenis laten zien ook van een vader van twee kinderen die zijn twee kinderen verloren heeft, die u ook kent, denk ik. Vandaag, 5 jaar geleden, om 7:58, valt de stem stil van mijn zoon Alexander, met wie ik op dat moment telefoneer. Hij en zijn zusje Sasha staan die dinsdag op het punt in te checken voor hun vlucht naar New York, wanneer het noodlot toeslaat. Wat volgt zijn 3 dagen van onzekerheid over het lot van onze kinderen. Totdat ons in de vroege ochtend van vrijdag 25 maart wordt meegedeeld dat onze twee kinderen de aanslag niet hebben overleefd. We brengen vandaag ook specifiek hulde aan de vaak vergeten groep van reddingswerkers. 5 jaar na dato moeten we helaas constateren dat velen van hen nog dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van deze aanslag. En het uitblijven van een officiële erkenning van hun slachtofferschap door de autoriteiten is moeilijk te verteren. De strafzaak tegen de verdachten, voorzien voor de tweede helft van volgend jaar, zal geen einde maken aan de beproevingen die velen nog dagelijks ondergaan. Het zal veeleer onze nooit helende wonden weer openrijten. Maar gesterkt door onze onderlinge solidariteit zullen wij ons lot met waardigheid dragen. Amai. Meneer Pinkowski, de papa van Sasha en Alexander, allebei
overleden. Meneer Jan Bommel, dat zijn nu verhalen die we de voorbije week helaas nog vaak horen. Hè, van wij voelen ons nog altijd niet erkend, we zijn 5 jaar later. Kan u daar nu eens de vinger op leggen hoe het komt dat mensen nog moeten vechten met verzekeringen, hun uitleg 20 keer opnieuw moeten doen? Wat daar eigenlijk, hoe dat komt? Ja, dat is... toen ik nog in de regering zat, hebben we daar... toch ook wel veel mee bezig geweest en met die mensen rond tafel gezeten en oplossingen voor mensen gevonden. Maar sommige zaken waren gewoon complex. En waar zit de complexiteit dan? Ja, soms in de verzekeringsmaatschappijen die dit zijn zeer zware schadegevallen die daar... toch ook administratief de zaak niet altijd eenvoudig maken. Ik weet niet waar die man nu juist op bedoelt. Maar ik weet dat wij toen op een bepaald moment zelfs beslist hebben dat iedereen, ik zal niet zeggen een persoonlijk contactpunt, maar toch een contactpunt waar die terecht kon als die ergens op administratieve of emotionele problemen terecht kwam. Ja, ik ben nu ook 2 jaar niet meer in de federale regering. In de charge. Alexander De Croo heeft zich ook zo wat geëxcuseerd vanmiddag. Maar ik lees daarnet ook nog een verhaal in het Nieuwsblad. Een mevrouw die dan door 2 onafhankelijke artsen voor 60-70% invalide verklaard wordt. Die verzekering zegt dan 10-12%, zou nog €400 per maand over, wordt uit haar huis gezet. Dan denk je toch in gevallen als dit, dat kan toch niet? Ja, ik deel. Maar moet je dan als overheid niet zeggen, wij nemen dat vast en verzekering, vergeet het maar, we zullen het zelf doen, we zullen zelf voor jullie zorgen? Wel, laat me zeggen, we hebben daarna de wet gewijzigd om dit juist mogelijk te maken. Om te zeggen van, kijk, wij doen als overheid geven een voorschot. Maar dat is gebeurd na de aanslagen. Dus dat geeft weinig soelaas in dit ding. Kijk, uit zo'n dingen leert de overheid leert daar ook dingen uit. Hè. Meneer Noppen heeft juist gezegd, dat in het systeem dat werkte goed. Maar er waren een aantal dingen in het systeem die we door... Ja, daarmee geconfronteerd te worden, die we zeggen, ja, dit moeten we bijsturen. Want dit is, maar ik dit is kan dat begrijpen dat de eerste, of laat ons zeggen, dat je daar een tijd voor nodig hebt. Dat is ook een situatie die wij nog niet hadden meegemaakt, en ook politici niet, denk ik. Maar als je dat op een 5e verjaardag moet vaststellen, wordt dat stilaan wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Hè? Ja, dat is zeer pijnlijk. Dat onderschrijf ik. Ik zou ook willen weten welke gevallen en hoeveel zijn er nog specifiek en zo. Maar ik zeg het, dat is, ik wil mij niet achter bevoegdheden en zo. Maar ik ben geen minister van Binnenlandse Zaken vandaag meer. Ik maak geen deel uit van de federale regering vandaag meer. Want u bent na de aanslagen, ik denk nog een kleine 2 jaar minister geweest tot eind 2018? Tot eind 2018, dus 2,5. Zijn er dingen waarvan u vandaag zegt, dat had ik anders moeten doen? Ik denk, het is eigenlijk vooral de periode daarvoor. Als de aanslag gebeurt, daarna denk ik dat we heel veel gigantische budgetten vrijgemaakt om ons veiligheidssysteem te laten evolueren. Maar het zijn de jaren daarvoor, is naar mijn oordeel veel te veel bespaard op ons veiligheidssysteem. Gedurende vele, vele jaren. En dat omdraaien in een paar maanden tijd, dat is natuurlijk niet mogelijk. Eigenlijk na verviers, dat was in 2015, december 2015, had je de aanslag in verviers die we kunnen verijdelen. En toen hebben we al gezegd, we hebben toen ook een briefing gekregen van de veiligheidsdiensten die ons op een aantal manco's en zo wezen. Daar zijn toen gigantische budgetten vrijgemaakt, bijkomende maatregelen genomen. Maar dit kwam te snel? Maar dit komt altijd te snel, hè. Dit mag nooit. Moest België nu een uniek geval hebben gezegd, ja, je bent de enige failed state waar het niet gebeurt, maar het is in Frankrijk gebeurd, het is in Engeland gebeurd, het is in Duitsland gebeurd, in Nederland niet. Maar het is in heel veel landen over heel de wereld gebeurd. Dus de vraag is, kan je 100% veiligheid kan je niet garanderen? Ik denk dat maar je kan natuurlijk de inspanningen opdrijven, dat is dan ook gebeurd. Hoe gerust bent u er, gerust bent u er vandaag op dat dit niet meer zal gebeuren hier in ons land op die schaal? Want je hebt natuurlijk nog lone wolves eind vorig jaar nog in Wenen bijvoorbeeld. Er zijn nog cases genoeg natuurlijk ook in Europa. Ja, en ik heb vandaag vernomen van de minister van Justitie, die daar straks in een of andere televisieuitzending zit, dat die 4 jongeren die
je als lone wolf zou kunnen categoriseren, dat die nog opgepakt zijn recentelijk, de afgelopen tijden. Ik heb altijd gezegd toen ik minister was, kijk, die aanslagen door opgeleide terroristen en zo, met ons intelligentiesysteem en zeker de capaciteit die we daarbij gezet hebben en zo, dat moet je als staat kunnen detecteren, denk ik. Wat veel moeilijker zijn die lone wolves. Allee, we hebben bijvoorbeeld op die kerstmarkt in Duitsland gezien, op de Esplanade in Nice, ja. Bij zo spreken, als iemand van ons morgen zegt, ik huur mij een lichte bestelwagen en ik rij op een of andere markt over de markt af, hoe kan je dat in godsnaam als overheid detecteren? Je kan achteraf uit zo'n aanslag wel leren, dan gaan we betonnen ruiters rond zo'n markt zetten en zo. Maar die mogelijkheden zijn zo legio voor mensen die slechte intenties hebben om iets te doen dat ook verschrikkelijke gevolgen heeft. Het enige wat je als overheid moet doen is blijven proberen daarachter te gaan, maar 100% veiligheid garanderen. Ik denk dat dat de publieke opinie een rat voor de ogen is. We moeten natuurlijk die inspanning en de betrachting moet zijn die 100% veiligheid te garanderen. Maar je bent altijd... Kijk, als overheid moet je zorgen dat je op elke plaats van het land, op elk tijdstip, die veiligheid kan garanderen. De terrorist kiest plaats en uur en methode. En dat is natuurlijk een ongelijke strijd. Maar ik denk dat we er vandaag wel veel beter voor staan dan we bijvoorbeeld eind 2015. Onze veiligheidsdiensten zijn vandaag beter uitgerust. Moet er nog verbetering zijn? Dat zal wel zijn. Dat is een evolutief proces. En iets wat zoveel jaren misgegroeid is, rechtzetten, dat kost ook tijd. Maar vandaag staan we zeker en vast beter voor dan 5 jaar geleden. En laat ons hopen dat we geen lone wolves meer in ons land krijgen. Dat hoop natuurlijk. Ik wil u nog één ding voorleggen, iets wat u een lange tijd is blijven achtervolgen. Wat u gezegd heeft in een... ik denk dat het een maand na de aanslagen was in de Standaard, toen u zei van een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen. Ze gooiden met stenen en flessen naar de politie en pers bij de arrestatie van Salah Abdeslam. Is dat een uitspraak die u vandaag opnieuw zou doen? Als ik dezelfde informatie van de veiligheidsdienst zou gekregen hebben als toen, zou ik die uitspraak opnieuw doen, ja. Ja, want dat heeft... Omdat het was gebaseerd op informatie die ik van de veiligheidsdiensten gekregen heb. In de Veiligheidsraad een paar keer opnieuw gevraagd. En dus ik heb... Ja, als ik dezelfde informatie van de veiligheidsdiensten kreeg, zou ik dezelfde uitspraak... Want dat heeft veel mensen gekwetst ook, die daar niks mee te maken hadden natuurlijk. Ja, maar ik heb niet gezegd dat elke moslim aan het dansen was. Ik heb ook niet... En dans is natuurlijk... ik heb ook niet gezegd dat heel die gemeenschap moest geculpabiliseerd worden. Maar je mag ook niet je hoofd in het zand steken als zo'n fenomeen minderheid. Het zal absoluut een heel kleine minderheid geweest zijn, maar dat is wel een fenomeen waar je als veiligheidsoverheid rekening mee moet houden. En dat is op zijn eigen, denk ik, betekenisvol. En zeker als de veiligheidsdiensten ons dat zeggen. Goed. Mevrouw Selleslags, ik wil u danken om uw verhaal hier te komen doen. En misschien toch nog eens zeggen dat vanavond nog een aflevering van En toen was het stil op 1 te zien is, VRT Nu ook, en volgende week dan ook nog eentje. Volgende week de laatste. En de mensen die dat verhaal van die jongen nog verder willen horen, die moeten maar eens kijken, want er zitten ook nog mooie momenten in, als ik het zo mag noemen. Hè. Absoluut. Ja, dankjewel. Dankjewel.